Ja, dag kinderen, goedemorgen. Hier zagen jullie Laura Smulders over de finish komen. We zijn er weer met een nieuwe aflevering van Sporter in de Klas. Mijn naam is meester Jochem. En ja, het is natuurlijk helemaal geen verrassing meer dat we met Laura Smulders gaan contacten. Dat we haar erbij gaan halen, want wij willen natuurlijk alles van haar en haar sport weten. Maar zeker ook, we gaan toch eens even vragen van vallen en opstaan. Want dat is iets wat zeker bij deze prachtige sport hoort. We gaan er gewoon bij halen. Laura, goedemorgen. Hallo. Goedemorgen. De allereerste vraag, en de meeste kinderen weten natuurlijk al wat ik ga stellen. Waar ben jij op dit moment? Ik ben thuis op mijn eigen bank in Wijchen. Ja. Hier woon ik samen met mijn zusje. Merel is aan het studeren boven, die heb ik weggejaagd. Oké. Okay. Ja, want volgens mij jouw zusje, die doet dezelfde sport. Ja, ja. We trainen samen, we leven samen en we racen samen. Ja, en de beelden die de kinderen net hebben gezien, dit was van afgelopen 9 mei volgens mij. De wedstrijd, ja. Waar was deze wedstrijd? In Italië, Verona. In Verona, kijk eens aan. En jouw zusje werd daar gewoon keurig ook nog weer derde. Ja, vierde op zondag. En op zaterdag, toen ik was gevallen, werd Merel tweede. Oké, okay, kijk, dat is dan houden jullie samen de eer van de familie hoog, wat dat betreft. Ja, ja. Ja. Hey, wil je even voorstellen aan de kinderen? Ja, natuurlijk. Ik ben Laura Smulders, 27 jaar oud. Ik BMX. Dat doe ik al sinds mijn zesde, dus dat is al eventjes. En ik ga deze zomer voor de derde keer naar de Olympische Spelen in Tokio. Deze keer samen met mijn zusje. Merel, die mag ook mee, dus dat wordt super gaaf. Hey, en de vraag die natuurlijk al binnenkomt van ja, hoe oud je bent was toen je begon, was 6 jaar, dat vertel je net. Maar voor groep 7, 8 uit Terwispel, die vraagt van hoe ben je begonnen met BMX'en? Merel en ik hebben ook nog een oudere broer, Koen. Ja. Ik ben samen met Koen begonnen. Toen zijn we eerst naar een BMX-wedstrijd gaan kijken van kennissen. Ja. Vonden het superleuk. Dus we dachten, nou, we gaan even kijken waar er bij ons in de buurt een baan ligt. En dat was voor ons in Wijchen. Ja. Dus toen zijn we het gaan proberen en nooit meer gestopt. En later is Merel ook aangesloten. Heel goed. Ik zie de vraag toevallig niet binnenkomen, maar ik ben even zelf nieuwsgierig naar. Waar staat BMX voor? BMX staat voor Bicycle Motor Cross. Dus vroeger toen het begon, ja, gingen ze eigenlijk motocrossers nadoen. Daar, ja, is het vandaan gekomen. Dus fietsen op een soort van motocross-achtige manier. En cross schrijf je eigenlijk met een C natuurlijk, ja, maar het is een letterlijke cross. Een X, een kruis, ja, vandaar. Ja, ja. Oh, dat zeggen ze, X is cross, zo spreek je dat uit, vandaar. Oké, okay, ja, dat wilde ik weten. Ik ben af en toe ook nog jong, hè, natuurlijk. Hey, ze willen ook graag weten, met hoeveel fietsen zijn jullie, met hoeveel deelnemers zijn jullie tegelijk in de baan? We kunnen met z'n achten aan het starthek staan. Ja. Dus altijd in de finale zijn we eigenlijk met het maximaal aantal met z'n achten. Met z'n achten. En dat is ook in de Olympische Spelen, ja, ook 8 rijders. Dat is best wel, ja, dringend natuurlijk. Ja, je staat echt zo'n stukje met de ellebogen van elkaar af aan het, ja, starthek. Dus heel dicht bij elkaar. En dan wil je natuurlijk als eerste voor zijn, zodat de rest die in het gedrang komt erachter, die zie je dan niet meer terug. Ja, hey, we hadden gezegd, want we wilden het even hebben over vallen en opstaan. Volgens mij is het best een gevaarlijke sport. Ja, ja, er zit natuurlijk wel een risico aan. Wat je zegt, je zit met z'n achter in de baan. Dus als er iemand een foutje maakt en jij zit daarachter, dan kun je natuurlijk overheen gaan. Of zelf een foutje maken. We gaan met hoge snelheden over grote sprongen heen. En we moeten super precies zijn. Dus als je een keer een foutje maakt en onderuit schuift in een bocht, of een bult tekort springt of te ver, dan ga je onderuit. Dus een ongelukje zit in een klein hoekje, maar het hoort bij de sport. Het is nou eenmaal een hele gave sport, dus ik zal er niet mee stoppen omdat het af en toe gevaarlijk is. Maar ik kan me wel voorstellen, als je valt, volgens mij is het ook best wel eng. Hoe doe je dat dan? Ja, nou, eigenlijk gaan valpartijen heel snel, dus je maakt het eigenlijk niet heel erg mee. Ja. Dus dan lig je in één keer en je kunt heel hard vallen en eigenlijk nergens last van hebben. Maar je kunt ook af en toe een beetje ongelukkig vallen. Maar uiteindelijk, tijdens de wedstrijd in Verona, waar jullie net het filmpje van zagen, ja, was ik de dag ervoor ook gevallen. Het deed allemaal een beetje zeer en ik was stijf en ik had een paar schaafwondjes. Maar ik had zoveel zin om zondag het weer recht te zetten en weer te gaan fietsen. Dus het was s'avonds een beetje
Zalf op de blauwe plekken en een beetje uitfietsen, een beetje blijven bewegen, een beetje koelen. Ja. En de volgende dag weer gaan. En heb je dan, ik zit dan te denken, ik ben ook wel eens gevallen met schaatsen. En denk je, nou dan ga je weer hard die bocht in. Oh jee, gaat het wel goed? Hoe doe jij dat dan? Misschien kunnen de kinderen daar ook wel iets van leren. Want als je een beetje bang bent als iets niet goed is gegaan, hoe sta je dan weer op? Laat ik het zomaar vragen. Nou ja, weet je, we doen het zoveel en ik rij zo vaak door een bocht heen. En als het dan één keer fout gaat, ik weet ook dat ik het gewoon kan. Dus eigenlijk over het algemeen weet ik dat het goed gaat. Dus als je dan één keer een foutje maakt, tegenover al die honderden goede keren, dan denk ik toch, ik geloof dan meer in het feit dat ik het goed kan doen. En ik heb het ook van tevoren al goed gedaan. Dus dat kan ik nog gewoon nog een keer doen. Noemen we dat zelfvertrouwen? Dat je vertrouwt op jezelf? Ja, eigenlijk wel. Ja. Oké, dus bij vallen en opstaan is vooral het zelfvertrouwen dat je het gewoon heel vaak goed hebt gedaan, veel belangrijker dan die ene keer dat het fout gaat. Ja. Nou, dat lijkt me in ieder geval sowieso een mooie les om te onthouden voor de kinderen die jij ze nu even geeft. Dat is heel goed. Ik ga even naar de vragen kijken, dat vind ik leuk. Dat is van een anonieme deelnemer. Krijg je bij deze sport geen last van je rug? Ik niet. Moet ik even afkloppen. Ja. Er zijn sporters die wel last van hun rug krijgen. We doen namelijk ook heel veel krachttraining. We willen heel sterk zijn. En dan zitten de blessures af en toe wel eraan te komen als je iets te hard traint natuurlijk in krachtpomp. Ik heb er nog geen last van gehad en ik hoop ook dat ik het niet ga krijgen. Maar het komt inderdaad wel voor. Ja, oké. Leuke vraag van Dolfijnert Haarne. Die vraagt, beïnvloedt corona jouw werk als BMX'er? Ja, zeker. Ja, de wedstrijden zijn afgelopen jaar allemaal afgelast. Dus ik heb vorig jaar, normaal gezien rij ik ongeveer 10 tot 15 wedstrijden in het jaar. En ik heb er vorig jaar maar 2 gefietst. Dat is wel heel weinig. Dus, ja, erg weinig en ook heel erg saai. Want ik hou echt van wedstrijden fietsen, dus daar heb ik wel heel erg gemist. Ja. En jij bereidt je nu voor op de Olympische Spelen. Hoe ziet dat traject eruit met de wedstrijden? Ook veel minder dan normaal, maar we hebben dit jaar al 2 wedstrijden in Verona mogen fietsen. En ik ga over 2 weken nog naar Zuid-Frankrijk toe. Daar hebben we nog een Europese ronde. En dat is het dan voor de Spelen. Dus dan heb ik ook maar 3 wedstrijden gefietst van tevoren. Ja. Maar voor nu is het in ieder geval fijn dat we er een paar hebben gehad voor de Spelen. Want het zag er naar uit dat we er eigenlijk geen gingen hebben. Oké. Nou, dat was wel heel raar. Er wordt ook wel gevraagd, ben je zenuwachtig voor de Olympische Spelen? Dat wil de Dolfijn uit Haarlem ook wel weten. Nou ja, altijd. Ik ben wel een beetje zenuwachtig. Nu nog niet heel erg. Af en toe als ik eraan denk, dan voel ik wel een beetje spanning natuurlijk. Want ik heb er heel veel zin in om daar te gaan fietsen. Ja. Maar voor mij werkt het juist heel goed als ik een beetje zenuwachtig ben op de Spelen. Of op wat voor wedstrijd dan ook. Dan presteer ik eigenlijk veel beter. Oké, nou, dat is leuk om te horen. Groep 6 van de Lierenland wil weten, hoeveel wedstrijden heeft u gereden en gewonnen? Hoe? Nou, ik heb al heel veel wedstrijden gereden. Maar ik heb een lijstje van de wereldbekers die ik heb gereden en hoeveel ik die heb gewonnen. Toevallig op mijn telefoon staan, daar ben ik wel heel trots op. Nou, kijk er maar even naar. Ik zal hem even opzoeken. Ja, willen we natuurlijk even weten hoeveel wedstrijden Laura in de World Cup heeft gereden en heeft gewonnen. Ja, ik heb hem gevonden. Ik heb 54 wereldbekers gewonnen, gereden. Of gereden. 54 wereldbekers gereden, meegedaan. Ja. Daarvan heb ik er 42 in de finale gestaan. Ja. En daarvan heb ik er 20 gewonnen. Oh, dus als je in de finale staat, is de kans bijna 50% dat je hem wint. Voor mij wel, niet voor iedereen. Dat is best hoog voor jou. Ja. En als je naar al die gewonnen wedstrijden kijkt, wat is jouw mooiste medaille? Waar ben je het meest trots op? Dat vind ik echt een heel moeilijke keuze. Ik heb natuurlijk in Londen 2012 mijn bronzen medaille gewonnen. Ja. Daar ben ik heel trots op en dat was ook een heel bijzonder moment. Heb je die bij de hand? Die heb ik toevallig net even tevoorschijn gehaald. Oh leuk, laat even zien. Kijk! Wauw! Ja, dit is geweldig! Ja, de achterkant van Londen. Ja, kijk. Wat cool. En de voorzijde van de Spelen. Ja, prachtig. Die vind je heel belangrijk dus? Deze concurreert met mijn wereldtitel in 2018. Dat ik won en Merel achter mij tweede werd. Ja,
Ja, dat kan ik me voorstellen. Wat, ja, nou, goed, ja, trouwens hier ook een foto van staan. Oh, laat maar zien. Ja, dit is leuk. Ga even kijken wat voor foto's ze heeft. Je hebt ook steeds ook een mooie wereldkaart op de achtergrond. Dan gaan we zo meteen misschien ook nog maar even wat over vragen. Kijk, dit ben ik. Ja, kijk, nummer 110. Dit is in Baku en hier fiets Merel. Ja. Achter mij, die witte helm. En daarachter zie ik ook nog een oranje shirt. Ja, dat is Judy. Dus we waren met z'n drieën, stonden we met de Nederlanders, hadden we een vol podium. Wauw, dat was de clean sweep, zoals ze dat zo mooi noemen. Dat ja. Was te mooi. Hey, nou ja, wat een leuke vraag is van OBS. Ik zie je, moeilijk uit te spreken, wat is uw lievelingseten? Even een hele andere vraag. Poeh. Je lievelingseten, ja, Laura? Ik vind sushi heel lekker. Ja. Maar ik hou ook wel van een frietje af en toe. Af en toe. Maar sushi, dat komt uit Japan. Ja. En daar gaan ze ook de Olympische Spelen. Ja. Ik wil het. Je hebt een wereldkaart hangen op de achtergrond. Waar ligt het? Waar ga je heen straks? Kan je dit eens aanwijzen? Hierheen. Dit is Japan. Kijk ze. Oh, dit is. Hoe ver? Ja, waar zitten wij nu? Even bij. Ja, kijk. Oh, dit is nog best wel een stukje. Ja. Nou, dus daar, dat is een aardig stukje rijden. Maar je gaat vliegen natuurlijk, dus dat is ja, leuk. Wel. Maar heb je alle continenten al een keer bezocht voor de wedstrijden? Ja. Leuk, mooi. En overal nog geweest. Zuid-Amerika, Amerika, Noord-Amerika. Australië zijn we vorig jaar geweest. Ik ben ook een paar keer in Nieuw-Zeeland geweest om te trainen. Ja. Nou ja, in Japan in 2019 ben ik daar geweest voor het test-event. Kijk eens aan, leuk. Hey, wat ik leuk vraag vind van openbare Basel de Rozenbottel, hoe voelt het om zo snel over de baan te vliegen? Ja, super gaaf. Dat is eigenlijk waarom ik ben begonnen natuurlijk. Ik vind het gewoon een super gaaf sport om te doen. We gaan met hele grote snelheid over de baan heen en we maken hele grote sprongen en dat geeft gewoon een kick. Ik weet, je had mij een filmpje gestuurd, dat wil ik even laten zien. Dit is van een nieuwe baan die bij jou in het dorp ligt en die hebben jullie zelf gemaakt. Zal ik die even laten zien? Ja. Komt-ie. Heel hard aanzetten op de steentjes. Hop, springen! Hop. Kijk eens aan. Wauw. Hey, en wat ik leuk vind, het ziet er super cool uit. Je kan heel hoog springen. En ik zie in het verlengde, niet in het verlengde daarvan, wel een vraag op binnenkomen. Wat vind je ervan dat jouw zusje ook een concurrent is? Kun je dan ook wel blij zijn als zij wint? Of als jij zelf wint? Hoe werkt dat? Je moet lachen. Aan de ene kant heel leuk dat Merel ook fietst en dat ze een concurrent is van mij. Maar ik vind het ook wel heel spannend af en toe. Als ik naar haar moet kijken, dan word ik eigenlijk zenuwachtiger dan dat ik voor mezelf ben. We hebben het nog niet zo vaak meegemaakt dat zij won. Ja. Dus ik weet niet hoe ik mezelf zou voelen als zij een grote wedstrijd voor mij zit. Of ik dan meer jaloers ben of boos of blij voor haar, dat weet ik nog niet. Kan je elkaar ook een beetje helpen? Het kan wel. Mag maar, het? Nou ja, weet je, we moeten zo hard wegfietsen. Je kunt eigenlijk niet aan elkaar denken tijdens het rondje, want het is heel snel voorbij. Maar... als je zeg maar in de voorronde zit en nog niet, de spanning nog niet te hoog is, dan zou je een klein beetje kunnen helpen. Maar wij hebben het eigenlijk nog nooit gedaan. En het is eigenlijk ook verboden. Het is verboden, ja precies. Dus dan moet je het ook gewoon niet doen. Dat mag dan niet. Nee. Ik krijg nog wel een keer een vraag ook over eten. Van groep 7 van de wegwijzer uit Zeist. Die vraagt van wat eet je voor de wedstrijd? Ik eet graag pasta voor de wedstrijd. 'S avonds zeg maar, de dag voor de wedstrijd. Ja. En ligt eraan hoe laat we beginnen. Als we 's ochtends beginnen met de wedstrijd, dan eet ik altijd havermout 's ochtends. Als we 's middags beginnen na de lunch, dan eet ik tijdens de lunch ook nog pasta. Oké, dus echt gewoon een echte maaltijd om voldoende energie dan binnen te krijgen. Ja, okay. Het is een lange dag en we moeten veel rondjes fietsen. Dus het is goed om even goede brandstof binnen te krijgen. Ja, en de dolfijn uit Haarlem wil dan ook weten van, gebruik je dan een eetschema of mag je eigenlijk alles eten wat je wilt? We hebben een soort van schema waar je aan moet houden, maar er zitten heel veel keuzes in. Dus je kunt zelf een beetje slimme keuzes maken aan wat jij lekker vindt, maar het moet wel een beetje binnen dat schema passen natuurlijk.
verstandig. Soms meestal gezond, soms even iets minder gezond, wat je net ook zei met de patatje. En dat is ook prima. Ja, absoluut, absoluut. Als je, nee, dat vraagt de OBS Ixi, doet u naast BNX ook aan andere sporten of hobby's? Nou, vroeger ben ik begonnen met BMX en ik deed tennis en ik deed voetballen en ik was ook af en toe aan het volleyballen. Ik vond alles eigenlijk heel erg leuk. Ja. En ik was altijd bezig, altijd buiten. Maar op een gegeven moment moest ik natuurlijk kiezen en toen ben ik volledig voor BMX gegaan. Nu vind ik het ook leuk. Ik heb vorige week mijn motorrijbewijs gehaald, dus nu vind ik het heel leuk om met mijn motorrijbewijs te rijden. Ja. En ik hou heel erg van koffie. Dat is ook mijn hobby. Hier staat een heel mooi koffiezetapparaat. Heel goed. Ja. Ah, leuk. Jochem die kent hem wel. Ja, kinderen, ik heb thuis ook zo'n koffieapparaat staan. Omdat ik het leuk vind om even rustig een kopje koffie te zetten. Dat vind ik mooi. Ja. Nou, twee laatste vragen van de Dolfijn uit Haarlem. Wat was je recordsnelheid? Of wat is je maximale snelheid? En hoe hoog kan je springen? Nou, ik denk mijn maximum snelheid op de baan ongeveer 60 kilometer per uur is. 60 per uur, dat is echt heel hard. Ja, ja. We komen van 8 meter hoge heuvel af en dan maak je heel veel snelheid en dan heb je hele grote sprongen. Ik weet niet zo goed hoe hoog ik kan springen, maar de verste bult die ik ooit heb gesprongen is 13 meter. Maar dat is ook echt wel fors. Maar het is niet zo dat hoe verder je springt, hoe sneller je gaat, toch? Nee, er zijn verschillende opties. Soms is het beter om je wielen aan de grond te houden. Soms is het beter om te springen. Dat mag je dan uittesten tijdens de training, als we voor de wedstrijd een training hebben op de baan. Ja, hoe vaak mag je dan over de baan heen voor de wedstrijd? Vaak 1,5 tot 2 uur heb je de tijd om de baan te proberen voordat de wedstrijd begint. Oké. Hey, wat ik je nog wil vragen. We gaan richting de Spelen van Tokio. Hoe ziet je de komende weken en maanden eruit? Of maanden, het zijn geloof ik nog een kleine 50 dagen. Ik ben vooral gewoon bezig met trainen nu, voorbereiden op de Spelen. Dus elke dag trainen. We hebben nog 1 wedstrijd op de planning staan, wat ik net ook al zei, in Frankrijk. Dus ik ga over 2 weken, een halve week ongeveer naar Frankrijk. Dan vertrekken we op woensdag. En dan mogen we op vrijdag op de baan trainen. En dan rijden we zaterdags en zondag een wedstrijd. Ja. En dan maandags weer naar huis. De weken na Frankrijk, dan hebben we er nog volgens mij 5 weken tussen zitten. Dan gaan we echt specifiek voor Tokio trainen. Dus dan ga ik een paar keer in de hittekamer op Papendal. Okay, daar maken ze het net zo heet als het in Tokio is. Zodat we daar Hoe heet is het dan? Ze zeggen 38 graden en heel luchtvochtig. Dus heel erg benauwd buiten. Okay. Dus dan gaan we in die kamer zitten om alvast een beetje te kunnen wennen. Wauw. Cool, gaaf. Nou, ik wil jou namens de kinderen heel erg bedanken. Niet voordat ik de standaard laatste vraag bij je heb gesteld. Welke tip of trick zou je nog aan de kinderen mee willen geven? Nou, ik denk dat het heel belangrijk is als je een doel hebt in je leven. Om daar gewoon, maakt niet uit hoe klein of groot, maar daar volledig voor te gaan. Want als je er volledig voor gaat, dan kom je er altijd. Dankjewel, Laura. Heel veel succes in Tokio. En wellicht hebben we nog wel even contact als je daar bent. Groetjes. Ja. Hoi hoi. Nou kinderen, dit was weer een aflevering van Sporten in de Klas. En ik vind het toch elke keer weer mooi om te horen hoe enthousiast en hoe goed die sporters bezig zijn. En ook de les natuurlijk van als je graag iets wil bereiken. Ga er gewoon voor. Het kan hoe groot of klein het ook is. Volgende week zijn we er weer. En zeer waarschijnlijk hebben wij dan deze sportster. En misschien, ja, ik weet of jullie haar al herkennen, maar als het goed is, het is nog een beetje spannend, want komende week start het Europees kampioenschap hockey. En op die woensdagavond spelen ze een wedstrijd, de hockeydames. Maar hopelijk is op de donderdagochtend Frederik Matla de gast bij Sporter in de Klas. Ik hoop jullie allemaal dan te zien en tot volgende week. Groeten van meester Jochem. Hoi hoi!